Waar de laatste kerkgangers van het Weesper Apostolisch Genootschap al een half jaar geleden de deur hebben gesloten, staat het gebouw aan de Troelstralaan nog steeds te koop. Ondanks dat al een aantal potentiële kopers de kerk hebben bekeken, wacht het gebouw nog op een goede bewoner. De mensen van de kerk hebben geen haast met de verkoop van de kerk, hoe eerder hoe beter, maar de kerk moet wel een goede bestemming krijgen. Wij willen natuurlijk wel graag dat het een mooie bestemming heeft. Dat vinden we wel graag proberen te doen. Moet je niet gaan denken bijvoorbeeld aan een disco of zo, dat zouden we niet prettig vinden. Hoewel je natuurlijk daar voor de tweede koper ook geen vat meer op hebt. Hè? Maar goed, voor de eerste keer willen we dan wel proberen een mooie bestemming te krijgen. Volgens Jaap Bos, een van de beheerders van het gebouw, verkeert de kerk in goede staat en moet de verkoop de komende maanden geen probleem worden. Het is een prachtig gebouw, het is een goed onderhouden gebouw en de nieuwe eigenaar die heeft er een prachtige eigendom aan. En zorgcentra, kinderopvangcentra, die doen er wat mee. Architectiebureaus, die zijn er gek op. Ja, men kan ook appartementen inbouwen.